Ik ben Henkin, ik ben 38 jaar. Ik ben getrouwd met Rolien en we hebben 4 zoons gekregen. Ik ben in dagelijks werkzaam als computerprogrammeur. Mijn motivatie om in de politiek te gaan is dat ik 8 jaar geleden gevraagd ben voor de steunfractie. Dat kwam toen op mijn pad, ik heb toen ja gezegd. En daarna, 4 jaar later, ben ik raadslid geworden. En ook nu is de vraag weer langskomen, wil je weer 4 jaar verder gaan als raadslid voor de gemeente Staphorst? Ik heb daar ja gezegd, dat komt op mijn pad. Ik vind dat die verantwoordelijkheid, dat ik die moet gaan nemen. Ik wil me de komende jaren in gaan zetten voor de woningbouw in de gemeente Staphorst. In de afgelopen jaren is de slagen die achter ons ligt, de bestaande wijken, die worden weer volgebouwd. En afgebouwd, dat heeft jaren stilgelegen, maar gelukkig is daar weer voortgang in gekomen. Hierachter daarnaast is ook een nieuwe wijk in ontwikkeling. Dus er is volop ruimte voor nieuwe woningen. En wat ons betreft gaat dat niet te snel. In de komende jaren wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. En dat biedt kansen voor de gemeente Staphorst om snellere processen te krijgen en minder regels. Daarnaast is het wel van belang dat de burgerparticipatie een goede plaats krijgt in de nieuwe omgevingswet. En ik wil me als kandidaat op nummer 3 graag inzetten om een Staphorster variant van de invoering van de omgevingswet te maken.